Goedemorgen. Is het morgen? Dat is de grote vraag. Ja, ja nou... Het is 9:15. Blauw. We hebben vanochtend de broodjes alweer verpest. Maar het ligt niet aan ons, want we hebben zelfs de handleiding op internet opgezocht. En die oven die werkt gewoon niet. De broodjes worden gewoon kanonhard. En zelfs als je ze korter doet, want we hadden er 2 minuutjes in of zo. Ja, 2 minuten, dan zijn ze hard. Dan zijn ze worden gewoon niet knapperig van buiten, ze worden gewoon hard van binnen. Dus we gaan nu maar eventjes langs de Poits. Om de supermarkt. Om even broodjes te halen. En daarna rijden we door naar Emme Wildland Zoo. Wildland Zoo. Wildland Zoo. Het is vandaag dierendag. Dierentuindag. Bedoelde ik. Ja. Dierentuin. Ja, we hebben online kaartjes gekocht. Maar die ouderwetse lummels daar zeggen dat je dat uit moet printen. Maar dat kan niet. Maar? Ze hebben wel een QR-code op je telefoon. Maar? Wat maar? Je krijgt een gratis swirl! Oh, ja. Ja, als je online kocht, dan kreeg je gratis swirl. Dus, I'm very happy. Maar daar heb je ook een foutje voor nodig die je eigenlijk ook moet uitprinten. Ja, nou, doe. Ze kunnen de pleuris krijgen, dat is toch niet meer van deze tijd dat je iets uit moet printen? Nee, maar ik denk ook echt dat het niet hoeft. Ik denk dat als we daar aankomen dat ze zeggen, oh nee, een QR-code hier, plop. Ja, ik ken het toch ook scannen. En anders dan printen zij het maar voor ons uit. Want ja, niet ieder huishouden heeft een printer. Ja, wat ze denken, ik zit op een vakantiepark. Thuis zou ik het uit kunnen printen. Ja, is goed. Kom goed. Waarom ben ik zo rood? Hallo. Hallo, wij zijn in Wildland Zoo. Het is gelukt hoor, met onze digitale ticket. Ja, dat was hartstikke makkelijk. Hij zei ook niks aan de hand, je kan hem er gewoon voor houden. Je kan hier al dieren kijken hoor. We moeten naar de dieren. Woppa! Kijk nou. Nee, ik laat hem niet vallen. Is het een zeeleeuw? Nee, dat is een zeeleeuw. Daar zwemt erin. Dan hoeven we niet meer naar Pieter Boeren. Goedemorgen allemaal. En van harte welkom hier bij de Northern Light Company. Weet jullie wat voor diersoorten dit zijn of niet? Roep maar eens wat. Zeeleeuw! Ik hoor zeehonden en ik hoor zeeleeuwen. Nou, dit zijn echte zeeleeuwen. De zeehonden die komen voor in onze Nederlandse wateren. Maar wat is nou het verschil? Nou, aan het uiterlijk kun je het zien aan de vinnen. De zeeleeuwen die kunnen heel hard rennen op het land. Omdat ze hele grote voor- en achtervinnen hebben. Zelfs klimmen en klauteren is geen probleem voor een zeeleeuw. Zeehonden zul je dit niet zo zien doen. Zeehonden hebben namelijk kortere vinnen. Er zitten veel hoger. Sophie is helemaal gelukkig. Oh, sorry. Ik zei ik ga alleen naar huis als ik minimaal 1 dier geaaid heb. Ja, precies. Nou. Kleintjes. Die is klein, hè? Wij zijn aangekomen bij de giraffes en er loopt een wilde struisvogel. Hoppa! Hij gaat gewoon mee hoor. En hebben we aan deze kant de neushoorn. Komen ze nu niet meer uit? Ze kunnen nog wat opletten, anders ziet het beter. Ja, straks rijdt hij de struisvogel aan.
Hier zijn de leeuwen, maar ze zijn niet zo actief. De ene kijkt wel goed uit. Ja, de ene is wel aan het opletten of alles oké is. Die mannetjes leeuw die ligt. Maar de vrouwtjes zijn. Dat tilt een kop op. Oeh, hij leeft, hij leeft. De vrouwtjes zijn het de jagers, toch? Ja. En de mannetjes. Alle twee trouwens. Ja? Hallo Birdie. Wil je ook deze kant op kijken? Nou, dat zeker. Ja. Girl, baby, sure. The baby olifantjes. Lekker bobbelen. Nou, ik zal de kaart even weghalen. En ja, ik zit aan de kruiden. Wij zijn ondertussen alweer een tijdje thuis en we hebben soepje gegeten, want we hadden al lekker bitterballetjes, broodje, nootjes, nou ja, van alles. Weet ik het wel allemaal. Gewoon al best wel veel gegeten, dus we hadden nog even snel een soepje. Alleen, we gaan nu lekker in bed een film kijken, lekker chill avondje. Dus bedankt voor het kijken, welterusten en tot morgen.